Oh, key, Doki, Daily Challenge tijd. Laten we eens kijken. Dit. Gezien het schrift zal Bangladesh of India zijn, maar ik krijg hier iets meer India vibes dan Bangladesh vibes, maar ik wil het wel even bevestigd hebben. Wacht, kan ik daar dichterbij? Volgens mij staat daar Delhi, maar ik weet het niet zeker. Oh, ja. Shit. Ach, misschien dat hier beter op staat. Nee. Ja, Delhi, hè? Dan is dit New Delhi. En dan in het Delhi gedeelte. En dan Kaushik? Heet dat zo? Wat ik zeg, ik weet niet of dat klopt of dat ik misschien een Burari. Ik gok dat het of deze is. Maar dan is het natuurlijk de vraag welke van de twee je hebben. We kunnen natuurlijk allebei hebben, dus dan wordt het nog een stukje lastiger. Dan zie ik hier blok A en hier, of tenminste daar blok B en daar blok A staan. Zou het dan blok B moeten zijn wat we zoeken? Nou, dit is letterlijk een adres, dus ik. En ik weet dat ik niet heel veel beter ga krijgen, dus. Dat is hem vooral, zeg maar. Kijk, want dit is B-blok. Dus ik ga ervan uit dat een B-blok inderdaad ook kan. Misschien dat dat wel is waar ik naar moet zoeken. M-blok, ja, zie je. Dus ik denk dat ik naar een B-blok moet zoeken. Ik denk niet dat ik het ga vinden, omdat ik zie dat het 10 seconden over zijn. Zag ik vanuit mijn ogen dat die knipperde. Sector B. Was dat het? Ja, ik zie helemaal, echt helemaal niks herkenbaar voor ik op de bord zag staan. Wel blok Q hier. Dus ik denk inderdaad dat het blok B moest zijn. Denk ik zomaar. Dat is blauw en geel. Dat is blauw en geel. Dat houdt in dat dit Portugal is. Dan is het de vraag. Gaat dit het vasteland zijn of gaat dit een eiland zijn? We zullen zien. Ik voorlopig, gezien alles wat ik. Ik weet het eigenlijk niet. Die hoge muren, dat zou nog wel eens kunnen zijn dat het inderdaad gewoon. Als ik dit dan zie, dan. Kijken, meestal staat er nog wel iets. Ja, we weten dat Portugal is, dat weten we. Dus dat is positief. Ik zie daar. Oké. Dat zou voor mij in ieder geval suggereren dat dit vasteland van Portugal is. Want volgens mij hebben de wegen andere nummers op de eilanden. A4.
denk dat het vooral belangrijk is dat ik parades vind, zeg maar. En de. Even kijken. Ja, of een van die andere twee. Maar liever parades, want ik denk dat dat het dichtst is in de buurt zit. Hallo, waar ik ben. Oké. Nu gaan we in 12 seconden niks doen, want ik heb nooit genoeg tijd om precies uit te vinden waar ik ben. Dat is vrij kak. Ja. Ik kan zeggen, zal er niet super ver vanaf zijn. Dit is. Iemand op een brommetje? Is het. Nee, dat is niet de kant die ik op wil, jongens. Ik zie Spaans, dus ik ga ervan uit dat dit. In ieder geval. In. Daar naartoe. Dat wordt niet toegestaan, natuurlijk. Ik wil. Dat is naar. Wat een nare locatie is dit? Wat een nare locatie is dit. Wacht even. Dit is niet Spaans. Dit is. Nog recht doorgaan. Dit niet, maar. Is Frans. Dan. Dan gaat het, denk ik, Madagaskar zijn. Dan gaat het Madagaskar zijn, inderdaad, denk ik. Die. Ja, dat was het al. Die 6 die werpte me van mijn apropos af, dus België. Als het niet België is, dan. Nou, nee, trouwens, het hoeft niet België te zijn. Als ik nou die paaltjes zie, dan. Het kan België zijn, maar ik denk het niet.
Ik was er in het begin heel erg van overtuigd, maar een heel stuk minder. België blokkeert de poorten ook niet, dus dan is dit zeer waarschijnlijk Litouwen. Ja, België, Litouwen, het lijkt allemaal hetzelfde. Allemaal Europees, hetzelfde. Ja. Niet Belgisch. Ik zou wel weer zo'n Belgische dingen willen hebben. Belgische locatie. Dat is lang geleden volgens mij. Naar België is makkelijk. Toch? Niet altijd. Niet in 3 minuten. Anders dan. Dat is eigenlijk mijn grootste probleem bij dit soort dingen. Dat 3 minuten eigenlijk net iets te lang is voor mij. Te lang. Te kort. Ik wil eigenlijk een stad. Oh nee, dit loopt. Een stad, een doodlopend bordje. Doodlopende straat. Daar wil je in gaan. Ja, want je denkt dat je daar meer aanwijzingen gaat aantreffen. Uh-huh. Ja, want dat is logisch. Hallo? Oh. Waarom wil je niet vooruit gaan? Raar ding. Het is een grote stad, denk ik ook, dus. Mocht ik op een of andere manier erachter komen welke stad dat het is, is op deze ook weer dood, waarschijnlijk wel. Mocht ik op een of andere manier erachter komen waar dit was. Was. Ja, dat zegt me niks op dat ik ook. Vast wel. Het zou. Oh, hallo. We lopen op stoep. Het eerste wat dan bij me te binnen schiet is dat het Costa Rica is. Ik weet niet of dat zo is. We moeten nog kijken. Maar ik weet dat Costa Rica de stad van de. Nee! Weet je wat dit gaat zijn? Dit gaat de eerste Panama zijn. Dit gaat de eerste Panama zijn. Hallo Panama. Welkom. Fijn dat je me zo'n leuke locatie geeft. Dit gaat de eerste Panama zijn, denk ik. Oh, hallo. Dit gaat. Oh, hallo. Nee, dit gaat niet de eerste Panama zijn. Dat is Engels. Wat gaat dit dan zijn? Het is Puerto Rico. Ik zag de vlag van Panama hangen. Ik denk van, ah. Was dan misschien de vlag van Puerto Rico die ik zag? Was dat nou? Nou ben ik. Hey, sure, ik zag ook wel een Russische vlag hangen, maar. Dat had me ook wel een beetje moeten. Russische, wat is dit dan? Colombiaanse? Nou, dan is het misschien ook Colombiaanse.
Want dat is toch volgens mij de vlag van Panama. Toch? Ja, maar goed, ik zie het nog wat gekroken en ander. Oké, niet zomaar uitgaan van vlaggen, dus. Les. Ja, en ik ga nou even voor het gemak ervan uit dat het inderdaad San Juan is. Kan dat? Welke kant kijk ik hier op? Naar het noorden. Dus dat. Wat? Dat is niet eens waar ik dacht dat. Wat? Oh. Oh, nee, dat was. Want ik had hem hier willen plaatsen, dus dan had ik hem nog alsnog naast gezeten. Maar goed, dit moet meer als wat zijn. Net te scoren. Had slechter kunnen zijn, want. Ik bedoel, ik heb op 2 punten gestaan om hem echt heel ergens anders te zetten dan het was. Dus. Had veel slechter kunnen zijn. Maar goed, dat was hem in ieder geval voor vandaag. Morgen is er weer een dag. En een nieuwe daily challenge. En dan zeg ik tot morgen.